Goedemorgen, welkom bij een nieuwe Sterkenvlog. Andere locatie is het niet, het is de bovenverdieping van de loods. Eventjes hier zo even wat makkelijker voor met de vlog en al. Wat gaan we vandaag allemaal doen? We gaan verder met de spuitcabine. Hebben jullie nog niks van gezien? Want die is in de tussentijd gebouwd. Vorige week zou er eigenlijk een vlog wezen, maar dat is even allemaal door omstandigheden niet doorgegaan. Er is wel een klein vlogje gemaakt, maar dat is even door iemand anders gedaan en dat staat ook bij haar op de vlog. Ik zou eigenlijk vorige week eerst naar het noorden van het land gaan, zeker in noordoosten, maar dat is allemaal niet doorgegaan. Dat houden jullie voor mij nog te goed, want dat gaat binnenkort wel weer echt nog een keer komen, alleen ik weet nog niet precies wanneer, maar dat vertel ik jullie meer over op dat moment dat ik het echt zeker weet. Vandaag verder met de spuitcabine. Nou, de spuitcabine, waar is die voor bedoeld? Nou, de spuitcabine is bedoeld voor alles wat gestraald is. Dan kan dat daar ingezet worden, opgehangen worden en dan voorzien worden van een rondlaag met verf. Dus denk bijvoorbeeld bij stal aan bijvoorbeeld ijzermenieverf, dus hetgene wat dan er oranje uitziet. Nou, dat gaan we vandaag verder afbouwen. En ja, daarnaast gaan we een beetje kijken wat we vandaag allemaal een beetje gaan doen. Ja, nu denken jullie, oh, state of the art, spuitcabine. Nou, ik zal jullie even de brand helpen en eventjes duidelijk maken hoe wat. Het is een zelfbouw, dus daar begint het al mee. En ja, kijk zelf. Nou, dan hebben we nog wat overige spullen die er nog in moeten. Wat gaat er onder andere nog in? Nou, nog wat isolatie, dan een paar ventilatoren. En dan is die ver klaar. Ja, nog een beetje verlichting. Kan handig wezen als je wil spuiten. Eerste ventilator is klaar. Ja, daar is die. Maar even voor onze klussers in het midden. Wie van jullie denkt dat je echt daadwerkelijk een gatenboor nodig hebt? Ik niet, joh. Ik heb hem echt niet nodig. Er zijn mensen die dus bij zweren dat je hem nodig hebt. Maar ik zeg gewoon heel simpel, pak een dikke boor. Duw hem in gat. En begin gewoon een beetje te bewegen. Behoud gaat dat heel goed.
IJzer is een heel ander verhaal. Daar moet je eigenlijk wel een speciale boor voor hebben. Maar van hout. Waarom? Waarom moet ik dan eens makkelijk aan? Dus ik wil jullie zo eens even een beetje meenemen hoe het er gaat. Kijk, het is heel simpel. Zet hem erop. In dit geval leg ik hem hier. Hoi, joe. En zo. Kijk, weer een deel klaar. Zoals jullie nu zien, dat is dus het resultaat van een gaatje boren. Ik moest 10 mm, of 100 mm hebben, dus 10 centimeter zeg maar. Iets groter, maar ja, maakt niet uit, ook net iets meer werkruimte. Nou, dan gaan we zo meteen de tweede aansluiten en gaan we een proefrondje maken, even proeven draaien, kijken wat hij doet. En dan gaat het goed, nou, dan gaat de isolatie erin. Dus hey. Nee. Ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar ze zijn gemaakt. Ze zitten erin, ze draaien. En nu horen jullie het wel weer. Ze draaien allebei. Zullen we dan verder, of althans ik, ga dan verder met de isolatie erin zetten. En dan moet eigenlijk alles wel een beetje goed gaan komen voor zometeen. En dan is die klaar. Ik zal jullie gelijk even de spuitcabine tonen, hoe dit er nu uitziet. Ja, tadaa! Nou, hij is gemaakt. Wat fijn. Ja, je kunt het een beetje zien. Ja. Nou, dat is hem. Die is vandaag gemaakt. Gemaakt. Een paar dagen werk al gehad. Maar hij werkt wel. Nog goed ook trouwens hoor. Want zo heel gek veel heeft Maarten eigenlijk ook allemaal niet gekost. Om dit zo te kunnen maken. Dus dat is wel een voordeel. Maar ja, licht. Nog wat grote flappen van een lopende band. Nee, niet de band waar je op loopt. Toch wel zo genoemd. Maar het is eigenlijk een transportband. Wordt ook wel een lopende band genoemd. Lopend. Hij rolt eigenlijk. Dus waarom de term lopende band? Pas dat rolt. Dan moet je er eigenlijk een rollende band over maken. Ach ja. Termen. Ja, ik bedenk me net eigenlijk, voordat de mensen dadelijk met een reactie gaan komen. Van goh, wat doen die haken erin? En waarom dat licht zo hangen? Waarom staat die schragen met die planken zo in? Wat is die zwarte mat onderin? Dat zijn eigenlijk allemaal alweer vragen die ik eigenlijk alweer hoor opkomen. En de hoogste akeligste vraag, waarom een spuitcabine? Nou ja, een spuitcabine is eigenlijk al heel simpel. Je spuit verf, maar er komt heel veel nevel bij vrij. Wat wil dat zeggen? Nou, die nevel die gaat overal naartoe. Nou, in dit geval, die spuitcabine die bevat ook twee ventilatoren die erin zitten en die zuigen het eigenlijk aan, waardoor het dus in de isolatie gaat zitten. Dus de nevel blijft dus in de cabine zelf hangen, wat dus alleen maar weer een voordeel is. En het wordt gelijk opgevangen en daardoor heb je dus niet een apart filterunit nodig. Want als wij het over een apart filterunit hebben, straalkast, die hier achter mij, die heeft het dus wel.
Jullie zien een grote zwarte apparaat thuis. Dat is dus een filter voor een straalcabine. Waarom heb je dat nodig? Nou ja, voor de straalcabine is het heel simpel. Het stof wat vrijkomt. En ik geef het als ik hem niet aan heb staan, geef ik het 20, 25 seconden. En dan is het gewoon dikke ellende en mist. En je ziet helemaal niks meer van je werk. En dan ben je klaar. Dan kan je gaan wachten totdat het neerdaalt. Dus eigenlijk is het een klein beetje te vergelijken met elkaar, maar ook eigenlijk weer compleet niet. Want ja, je hebt hier te maken met spuitnevel en in de cabine heb je te maken met stof. Dus ja, het zijn wel twee heel aparte dingen. Maar de nevel, die gaat ook overal aanzitten als je dat dus niet doet. Plus de lucht die je ervan hebt en ja, noem het maar op. Nou, de zwarte mat, ik gaf jullie net aan de mat die dus aan de voorkant ligt. Daar ligt die. Naast die palen liggen zwarte matten. Waarvoor zijn die zwarte matten? Nou, die zwarte matten, heel simpel. Die zwarte matten zijn dus eigenlijk bedoeld om dus te zorgen dat het materiaal niet kan schuiven. Zo simpel is het. Het staat er vast, of vast, het kan niet wegglijden. Dus zorgt wel voor een stugge ondergrond. Dat is altijd weer wat veiliger om te kunnen werken. Dan hebben we de haken. Iedereen zal zich best wel gaan afvragen waarom een haak daar zo. Nou ja, de haken zijn eigenlijk bedoeld om te zorgen dat als ik een werkstuk heb gestraald, of in ieder geval een stuk heb gestraald, dat ik hem kan ophangen. Waardoor ik dus makkelijker het kan spuiten en kan blijven drogen. En je hebt geen druipers daardoor, of althans een stuk minder. Dat kan als je er gewoon te veel verf gebruikt. Maar het verkleint de kans wel. En de volgende vraag die ik eigenlijk wel alvast beantwoord, want ik weet dat die vraag gesteld gaat worden. Waarom dat ligt daar? Nou, wat is het probleem als je met verf gaat werken? Mijn roller is niet zo'n probleem, dat rolt wel. Maar als je verf gaat spuiten, heeft het een probleem. Geen licht of slecht licht betekent slechte afwerking. En waarom een slechte afwerking? Nou, heel simpel. Het zorgt ervoor dat dus de verf ongelijkmatig verdeeld wordt. Daardoor dus het licht. Dat is een extra licht wat ook een stuk feller is. Kan je ook eigenlijk niet echt lekker tegenheen kijken. Dan heb je gelijk zo'n leuke witte stip. Maar het zorgt ervoor dat je dus heel goed zicht op je werk krijgt. En dat je dus kan zien wat je dus uiteindelijk aan het doen bent. En dat is wat heel belangrijk is. Want ja, je wil wel weten of je met je verf goed bezig bent. Nou, dat is dus de reden waarom dat daar dus een lamp zit. Nou, waarom heb ik voor isolatie gekozen? Nou, het werkt een stuk makkelijker. Ja, is ook wat goedkoper. Als dat je een filterpak moet doen. Want als ik het filter van de straalcabine zie, die zijn niet echt heel erg goedkoop. Daar word je niet echt vrolijk van. En zeker niet als je die ook nog eens een keer. Nou, stel dat je volle bak aan volle dagen bezig bent. Stel dat je hem ongeveer een 3-4 weken non-stop gebruikt. Nou ja, en je moet hem weer vervangen en je moet een nieuw filter gaan halen. Dus het filterhuis natuurlijk in feite kan je gewoon altijd bewaren. Maar het filter wordt ook niet zomaar weggereden. En dan betaal je ook gewoon ja, toch gauw 40, 50 euro per keer voor. En als het iedere maand terug blijft komen, dan kan je net zo goed zeggen. Nou, ik doe isolatie. Is altijd in pakken, dus daar kan je altijd wat langer mee doen. Plus het is eigenlijk net zo goed. Want het is eigenlijk hetzelfde principe als een gewoon filter. Plus het is wat dikker. Dus dat is de reden waarom ik dus filter of in ieder geval de isolatie heb genomen. Van de week gaat er ook een werkbank binnenkomen. Hehe, eindelijk. Zou je al bijna roepen, ja eindelijk ja. Want ik werd er helemaal knetter van dat ik geen werkbank hier had. En dat moest ik wel echt hebben hier zo. Dus die gaat ook binnenkomen. Ook weer een puntje beter. En toen. Oh, wat zei ik? Ik hoef niet. Dus, van de week komt er weer een nieuwe vlog. Of althans, komend weekend. Want ja, ik heb hiernaast ook nog ander werk. En daardoor kan ik dat nu niet combineren om te zeggen van nou, ik ga wat meer vlogs proberen te maken. Dat lukt me gewoon echt niet. Vloggen neemt ook best wel veel tijd in beslag. En daardoor moet ik dat dus echt in het weekend houden.
En dat is gewoon heel goed te doen. In het weekend heb ik de tijd genoeg voor. Neem ik daar echt gewoon wel even de tijd voor om het goed te doen. En ook om het fatsoenlijk te maken. En dan hoop ik jullie eigenlijk op die manier weer een leuk filmpje te kunnen geven. Dus, en ja, dan spreek ik jullie snel weer. Blijf Sterke Goes volgen. Op Facebook en Instagram zijn we ook te vinden. Onder de naam Sterke Goes. Kom je gelijk op de juiste Sterke uit. En duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. En subscribe. Dus hey, tot snel. En tot de volgende vlog.